Welkom bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen wanneer er een nieuwe vlog online komt. Jawel mensen. Ik ga vandaag dus op Pokémon jacht. Ik ben ook nog even gauw de vlog van gisteren aan het in elkaar gaan zeggen dat die straks nog in de upload kan komen. Toppie! Tot straks allemaal. Yo! Jullie krijgen dus allemaal in een dia-show van alle Pokémon's wat ik heb gevangen. En misschien als ik het kan filmen, ook de gyms die ik ook aan het neerhalen ben. Toppie! Normaal gezien was ik nu een Pokémon aan het jagen. Maar het rennen heeft er nog iets langer geduurd dan normaal. Dus ja. Heeft mijn mesje dan ge-smest? Ja, ik ben al terug thuis. Crap. Ja, crap. Dus dan gaan we eerst even naar haar thuis toe. En dan ga ik kijken wat ik dan nog kan doen. Misschien dan toch nog Pokémon's gaan vangen als zij bezig is. Dus ja. Gaan we nog een onraadje doen? Tijdens slaapje bedoel ik. Ja, waarom niet? Hè? Veel plezier. Dat is een klein beetje gewijzigd. Tussen 3 en 5 ga ik dus even op Pokémon jacht. Tot ik terug bij haar mag gaan. Voilà. Ik voel nu ook nog iets. Mijn broek is af aan het zakken. En ik kan nog altijd niet binnen, want mijn schatje is er nog niet. Nee. Die staat nog niet aan het poortje. Moet ik weer gaan inbreken of wat? Oké, ze is drinkjes gaan halen voor mij. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Mensen, jullie kunnen raden waar ik ben aangekomen als jullie deze achtergrond al zien. Ja, natuurlijk. Bij... Mij! Bij jou! Bij jou? Ja, je zit bij mij. Ah. Ik zal bij jou dan schilderen, goed? Kijk je dat niet vanuit de kampioenen? Ja, dus Xavier Waterslagers moest dan op een gegeven moment van Fernand Kostermans bij mij schilderen. Wat deed Xavier Waterslagers dan? Ja, bij u schilderen. En dan zegt toch die Fernand Kostermans, ja, je moest toch bij mij schilderen. Ja, maar dat heb je toch gedaan, bij u schilderen. Ik vond dat echt een heel grappig fragment. Als ik het terugvind, zal ik het hierin vertonen. En als ik het niet terugvind, ja, is dat jammer genoeg. Ja, school. Ook iets te vertellen? Nee, want wat ik wou vertellen gaat nu niet. En wat wil je over vertellen? Dat kan ik nu niet zeggen. YouTube. Dat is een verrassing voor jou en voor de kijkers. Voilà, er staat nog een verrassing te wachten voor jullie. Zowel op 1 juni als de vlog voor morgen. Die ik ga maken, dus dan die dag erop dan online komt. Oeh la 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 la. Jullie worden al goed verwend, hè schat? Ja. Het is niet een verrassing wat we kunnen gebruiken, hè? Nee. Het heeft iets met mezelf te maken, maar meer zeg ik niet. Klopt. En dus mensen, begin maar te abonneren. Hè. Dus ik ga sowieso al één wedstrijdreglement al zeggen. Je moet geabonneerd zijn om mee te doen met de wedstrijd. Dankjewel. Dat is toch een kleine eis, hè? Ja. En wat kost het abonneren? Niks. Voilà.
Jawel, klein moeite voor het er eens op te klikken. Ja. Ik bedoel, daar kost geen geld aan. Nee, het is volledig kosteloos. Als je bij sommige YouTube-channels ziet je ook lid worden, dat kost pas geld. Bij mij heb je dat niet. Hé, schat? Ja, dat klopt. Ah, wel, nu ga ik nog even verder strosselizen. You. Zo, mensen, jullie denken dat ik nu een Pokémon ga jagen? Nee, jullie hebben het helemaal verkeerd. Ik ga nu even met Bea naar de winkel. We gaan naar de Colruyt. Is dat goed? Colruyt? Oké. Okay. Schatje heeft ja gezegd. Dus dan gaan we op. Ja. Ik zit hier terug in de auto. En het is bijna het einde van het middag van de dag. Oh. Ik ga gewoon nu naar mijn thuis toe om mijn vlog te uploaden natuurlijk. Voilà. Ik ga dit ook even doen hier. Dan staat hem te goed. Ik hoor echt. Ik zeg niet dat dat al een tweeden is, hè. Die kapot is. Ja, die komen hier allemaal los door gewoon door de warmte in een auto. Begint dat hier echt te branden. Ziet? Dus, weer al een nieuwe mondmasker. Yay! Weer al. Oh. Dan heb ik er bijna geen meer. Hier zit ook dus een ijzerken in. Ik weet niet of ik het kan zien. Ja, een klein ijzerke, ja. En die moet je dus ook perfect dus op je neus plaatsen, dus zo. Dus daar haat ik dus aan, aan mopmaskers, hè. De laatste. Dan moet ik weer al nog gauw in de winkel binnenspringen. Dus je ziet hier het ijzerke, dus nog een keer. Dan doe je dat dus zo rond je oren en dan hup. En dat was dan de laatste dat ik kan gebruiken. En als die dan ook overspringt, ja, dan ben ik gepineut. Dan heb ik er geen meer. Dan ben ik echt in een pineut. Ik zeg jullie, deze mondmaskers, echt waar, ik ga er nog eens andere kopen. En nog veel beter, misschien hier zo met Cycle TV logo op. Kijk eens wie hier ook nog komt bij aanschuiven nu. Hallo. Ja, die heeft zijn zonnebrillen al op. Dus. Ja, mondkapje aan, goed zo. En dat meent je niet. Nu heb ik er geen meer. Door, allemaal door de warmte. Moet ik je een zo geen geven? Ligt er niet zo hier geen meer in? Nee. Echt waar, ik moet er stoppen bij je winkel, trek terug. Oh, mondmaskers. Ik zou nu een nieuwe halen, oké? Ja. Dankjewel, schatje, daarvoor. Dat is graag gedaan. Geweldige mondmaskers, hè. Echt waar. De lijm is gewoon opgedroogd en dan ja, los dat. Dus bij deze, oh, mensen, wat zijn we gekomen? En daar is een gem. En dan deze is aangekomen aan zijn appartementje. Dus dat betekent ook dat ik ben gegaan bij mijn schatje. En mijn schat heeft wel eens vergeten in mijn auto. Schat, uw plek ligt nog in mijn auto. No, I'm Mr. Bean.
Where is my bank? Power bank? Not here. Ah, here, a main handshoe cashier. Well, listen, main power bank. I cut him. I catch him all. Goed dat jullie hebben genoten van de Diasco van Pokémon. En ja, hier bij het einde van deze fragment zal ik ook nog de Friends Code ook nog eens laten passeren. Dat jullie mij ook nog kunnen toevoegen op Pokémon Go. Zowel mijn code als mijn, zeg het, zeg het, mijn QR-code. Yeah, my QR code. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Dankjewel. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan ben ik heel blij. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en chillen wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Oh Cindy, ik heb hier 50 euro nog niet. Fuck. Dat is voor morgen dan. Ah. Ja, ik ben de ganze dag bij mijn schatje geweest. En ik had er niet meer aan gedacht. Usai. Voor morgen dan, dat ik van het rusthuis terugkom. Ah wel, tot morgen allemaal. Zo, ik heb er nog heel eventjes melden bij mijn buurvrouwke gezien. Blijf langer in de lift, blijf ook langer toe. Dus, ben ook eens nog naar mijn buurvrouw. Tot morgen, joe. Just pull me away.